Maatschappij lid 2, politiek. Hoofdstuk 6, Europa. Wat zijn nou eigenlijk de lidstaten van de Europese Unie? Het gaat om België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Op het kaartje zie je dat een aantal landen ook duidelijk niet meedoen. Even kort de geschiedenis van de EU. Het begin van de Europese samenwerking ligt vlak na de Tweede Wereldoorlog. In 1951 wordt de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, opgericht. Het doel hiervan is om te zorgen dat er geen oorlog meer komt. Al snel wordt economische samenwerking steeds belangrijker en daarom wordt in 1957 de naam veranderd in EEG, Europese Economische Gemeenschap. Doordat er ook nog wat andere doelen bij komen, verandert de naam in 1967 weer en wordt het EG, Europese Gemeenschap. En in 1992 wordt in het verdrag van Maastricht de naam gewijzigd in de naam die wij nu kennen, Europese Unie. Een aantal feiten over Europa. De EU kent 27 lidstaten, heeft zo'n 500 miljoen inwoners, is ongeveer 4,3 miljoen vierkante kilometer groot. En niet alle EU-landen hebben de euro als betaalmiddel. En Nederland is vanaf het begin lid. De EU zelf. De belangrijkste pijler van de EU is economische samenwerking. Het doel is een vrije gemeenschappelijke handelsmarkt creëren. Door vrij verkeer van goederen, diensten, geld en mensen. Je kunt dus ook rustig een camping in Zuid-Frankrijk beginnen. Garanderen van eerlijke concurrentie. Grote projecten moeten tegenwoordig ook Europees aanbesteed worden, dus niet meer alleen in je eigen land of je eigen omgeving. En een gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar 46% van de begroting naartoe gaat. Maar er wordt ook samengewerkt op andere gebieden. Denk daarbij aan justitie, buitenlands beleid en het milieu, want milieuvervuiling stopt nou eenmaal niet bij de grens. De EU heeft per jaar zo'n 116 miljard euro uitgegeven. De grootste slok op, zoals al eerder is gezegd, is landbouw. Daar gaat zo'n 52,5 miljard euro naartoe. Wat is nu de invloed op Nederland van de EU? Nederland moet Europese richtlijnen omzetten in Nederlandse wetten. Bijvoorbeeld de invoering van de euro, rechten van consumenten, gezondheid- en veiligheidseisen, mobiel bellen is door Europa bijvoorbeeld goedkoper geworden, verbod op dierproeven, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, bescherming van het milieu, het Europees burgerschap, wat je bijvoorbeeld het recht geeft om in een stad als Barcelona, als je daar meer dan 5 jaar woont, ook te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mensenrechten en democratische beginselen. Studie en stage in de EU. En financiën. Het bestuur van de EU. Dat bestaat uit een aantal organen. De Europese Commissie, de Raad van Ministers, de Europese Raad en het Europees Hof van Justitie. En niet te vergeten het Europese Parlement, dat zich in Brussel bevindt. We gaan deze 5 even beter bekijken. De Europese Commissie. De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van Europa en heeft 2 taken. Voorstellen van nieuwe wetten en maatregelen. En, als bij punt 1 een van beide is aangenomen, zorgen voor de uitvoering daarvan. De Raad van Ministers zijn de ministers van alle lidstaten die opkomen voor de belangen van hun land. Hun belangrijkste taak is het goed of afkeuren van wetten van de Europese Commissie. En daarbij moet je steeds onthouden dat de samenstelling van deze raad varieert naar het onderwerp. Gaat het over geld, zijn het de ministers van Financiën. Gaat het over landbouw, zijn het de ministers van Landbouw, enzovoort. We hebben ook nog de Europese Raad.
Dit zijn alle regeringsleiders van de lidstaten. En eigenlijk is dit het orgaan met de meeste macht binnen de EU. Denk maar aan wat je op tv ziet. Eigenlijk bepalen de twee grootste landen binnen de EU, Frankrijk en Duitsland, voor een groot deel wat er gebeurt. En dus niet de Europese Commissie. Het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie vind je in Luxemburg. En het is de onafhankelijke rechterlijke macht binnen de EU. Het Hof behandelt alleen zaken over EU-wetten. Je kunt dus, als je eenmaal bij de Hoge Raad bent geweest in Nederland, voor Nederland iets, kun je dus niet naar het Europese Hof om daar nog een keer om een oordeel te vragen. Het kan dus alleen om Europese wetgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Bosman-arrest. Het Europees Parlement. Het Europees Parlement is de gekozen volksvertegenwoordiging van de EU. Hiervoor mag je één keer in de 5 jaar stemmen. Het heeft 2 taken. Het goed en afkeuren van wetten vanuit de Europese Commissie en het controleren van die Europese Commissie. Het Europees Parlement is wel een slag groter als bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Hoe is dat nou samengesteld? De grootste landen krijgen de meeste zetels. Je ziet in het rijtje dat Duitsland 99 zetels heeft. Duitsland is het grootste land qua inwoners in Europa. Het gaat hier om het aantal inwoners, dus niet de oppervlakte van je land. Duitsland is de grootste met 99, gevolgd door Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk met 72, enzovoort. Nederland heeft 25 zetels. Dat lijkt op zich best veel, maar in totaal zijn er 736. Om te zorgen dat het toch bestuurd kan worden, gaan al deze landen, hebben ook weer hetzelfde soort politieke stromingen en gaan samenwerken. Zo werken de christelijke partijen in Europa samen in de fractie van de Europese Volkspartij. Voor Nederland zit daar dus de ChristenUnie en CDA in. Op die manier kun je toch binnen het Europees Parlement bepaalde meerderheden vormen. Neemt niet weg dat het geheel toch best ingewikkeld is. Europa kent natuurlijk ook zijn knelpunten. Er zijn nogal wat vragen over problemen, zeker bij bepaalde landen. Veel landen maken zich zorgen over de zelfstandigheid van hun staat. Ze zijn bang voor een Europese superstaat en dat ze dus niet meer baas in eigen land zijn. Heel veel mensen vinden dat er weinig democratische controle is in Europa. Want, ga maar na, de ministers, de Europese regeringsleiders, die nemen eigenlijk de besluiten en die worden niet gecontroleerd door het Europese parlement. Het is log en bureaucratisch, beslissingen nemen gaat niet snel en het kost heel veel papierwerk. Dat bureaucratie in Europa kost dan ook per jaar zo'n 7,7 miljard euro. En de groei van Europa. Wie mag eigenlijk wel bij de EU en wie niet? Als je lage lonen landen toelaat, dan bestaat de kans dat ze gelijk naar West-Europa trekken om daar werk te zoeken, want daar zijn de lonen hoger. En bijvoorbeeld ook de vraag, hoort Turkije bij Europa, ja of nee? En het verschil tussen rijk en arm, de lage lonen landen. Zijn de rijke landen, zoals Duitsland, Nederland, bereid om te betalen voor de armere landen, zoals bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije?